Oh, creeper, creeper. Oh, pas op, pas op, pas op. Oh, shit, 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 shit. Ja, daar gaan we. 3, 2, 1. Laat de boom maar groeien. Dagelijks HD. Hallo mensen, vandaag is het leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol en vandaag kijken jullie naar aflevering 2 van Underground Survival. En de vorige keer is het zo immens goed geliked en immens goed bekeken dat ik dacht, ik moet hiermee doorgaan met deze nieuwe serie. Dus dankjewel ervoor voor jullie support. Fucking awesome. Wij gaan meteen in de game. Hallo. Hallo. Enzo. Hey, je bent de allereerste gast die meedoet aan de Minecraft Survival Underground, man. Oh, je hebt de eerste alleen gedaan? Ja! Wow, en je hebt dit allemaal voor elkaar gekregen? En ik heb dit allemaal voor elkaar gekregen. Ja, ik kan je een kleine rondleiding geven, want dat is denk ik ook wel nodig, omdat het een soort van underground survival is met een gebruiksaanwijzing. Oké, en je hebt meteen al een trofee hier, een skelettenhoofd. Nou, die stond er dus al. Oh, dit is van de mapmaker. Ja, die is doodgegaan, die kon het niet overleven. Oké, dus... Die redden het niet. Jij moet niet daarnaast komen te hangen. Nee, geliever niet. En jij eigenlijk ook niet. Nee, graag. Nee, dus kijk, het is heel simpel. Eigenlijk ook weer niet, maar ook weer wel. In deze kist zitten de spawn eggs die ik heb. Wow. Die we kunnen gebruiken. En in deze kist heb ik eigenlijk... Dit is basically alles wat ik heb. Wow, maar dat is best wel wat. Het is redelijk wat. We kunnen beginnen. Het is echt zoveel dingen moet ik besparen. Dus zeg maar, de sheets die je ziet moet je echt laten liggen. Daar moet ik nog mee sparen. Maar eten kun je gewoon pakken. Ja. Hey, de sheets zijn weg. Hey. Sorry. Blijf van mijn zaad af. Die melons die mag je pakken. Ja. Die kun je eten, want daar, we hebben een melon farm daar verderop. Dus dat is super relaxed. Oké, fijn. Ik heb wat reacties gekregen. Kijk jij even rond. Je kan daar alvast heen en je kan daarheen. Die twee openingen heb ik, zeg maar. Ja. Daar kun je alvast even checken. Daar ga ik even de reacties bij langs. Want ik heb je de vorige keer gevraagd van... Hey, laat even een reactie achter met wat tips en wat dingen voor... die je kan gebruiken in de video. Dus de eerste reactie die komt van Danino Games. En die zegt... Milan, bij bomen hoeft geen water. En het paard kan je Kees Knol noemen. Nou, is goed. Ik ga, dat paard Kees Knol noemen. Dan zal ik eerst even een sign pakken. En dan zet ik op dat sign zet ik alvast even neer. Paard, dubbelpunt, Kees, Knol. Want we hebben nu nog geen name tag. Als we die ooit tegenkomen, dan plakken we die op het paard. Op het kaart. Op het paard. En dan noemen we hem Kees Knol. Ik vind het een prima naam. En dan heb ik nog een reactie van Anne XXX. En die zegt, hey Milan, ik heb de tip om je boom te laten groeien. Plaats een torch gelijk naast de boom. Hierdoor krijgt de boom het optimale lichtniveau. En is hij in no time gegroeid. Hey Anne, dankjewel voor deze tip. Dankjewel. Dus wij moeten eigenlijk... Oh, wat heb ik nou? Ik heb ineens gravel in mijn hand. Oh, dat zat in mijn inventory natuurlijk. Ik heb eigenlijk dus even wat meer torches nodig. Waar heb ik die? Oh, nee, nee. Oh, nee, nee. Wat gebeurt er iets als ik dood ga? Oh, nee. En zo ben je nu al dood? Ja, weet je hoe sterk zo'n skeleton is? Ja, ik zie het. Het skeleton die komt hier dichtbij. Waarom ben je in godsnaam gevecht gegaan met hem? Kom ik nu naast de JX Games te hangen? Ja, ja, je bent nu klaar met Underground Survival. Bedankt voor het meedoen. Nee, meen je dit? Nee, grapje. Oh, ik wou net zeggen, dude. Nee, nee, maar we houden wel gewoon een score bij met hoe vaak mensen dood zijn gegaan, denk ik. Dat is misschien wel leuk. Nee. Wat? Je zit ook helemaal onder ja, de pijlen. Ja, ik wou net zeggen, ik heb ze twee echt goed in mijn hoofd zitten gewoon. Ja, klopt. Jeetje. Oh, ja, je geeft me ook geen armor hè, als ik hier binnenkom. Oh, kut. Hebben we nog een sign? Deze kan ik weghalen. Gebruik de John Smith 1.9 texture pack. Die kunnen we weghalen. Oh, ik wou net zeggen. Die heb ik ook. Daar voldoe ik niet aan dan. Kut, ik zit vast. Oh, echt? Oh, nee. Maar kijk. Ja, ik zit in een hackie. Ik kom je helpen. Oké, heel snel. Go, go, go. Ja, snap. Oh! Nice, nice. Schilder niet veel of die dikke neus was ontsnapt. Klopt. Ja, neem een zwaard, man. Dan heb ik... Ja, mijn zwaard, alsjeblieft. Oh, ja, want we hebben er niet zo heel veel nog, hè? Dank je. Alsjeblieft. Kees Knol, bla bla, paard. Oké, ja, licht dus. Daar was ik mee bezig, met torches. Op dit sign ga ik even neerzetten van... waar zal ik die neerzetten? Ik leg je wel even in mijn kamer. En dan doe ik doden aantal. En dan doe ik Enzo Knol. Nee. 1. Helaas. Eentje, ja. Maar ik heb het ook nog geen 5 minuten volgehouden, gewoon. Sorry.
Maakt niet uit, maakt niet uit. We gaan kijken aan, helemaal aan het eind en in de survival wie er allemaal nog komt en hoeveel mensen dan doodgaan. Nice, er is graan. Er is gewoon graan. Graan. Fucking chill. Hoppakee. Ik kreeg nog een reactie en dat ging over die boom die daar staat van Andrisa de Vries en die zegt: Milan, die boom moet groeien met 4 dark oak bomen in een vierkantje. Ik zou gewoon andere bomen geen planten en geen dark oak. Dus ik zou gewoon andere bomen planten, geen dark oak. Dat bedoelt ze eigenlijk. Dus dat is een hele goeie. Ik wist dat niet. Dus dan gaan we die dark oak sapling weghalen en dan doen we gewoon een oak sapling. En dan zetten we die hier neer. En die moet als het goed is gewoon groeien. En dan zetten we die torch er gewoon naast. En als het goed is gaat hij nu nog sneller groeien. Water maakt dus niet uit. Dat paard vindt zwemmen denk ik heel leuk. Want die staat hier in dat water. Ik ga eens een beetje aan de kant, joh. Klein beetje aan de kant. Ga eens even uit mijn water. Het is heel leuk dat je met water wilt spelen. Dat je misschien dorst hebt. Maar ga eens even eruit. Hé, hey, hey, niet knollen. Niet zollen met knollen, hè. Deze heet Kees, man. Die kennen wij niet. Oh, zit niet in onze familie. Niet zollen met Kees. Zo. Hoppakee, hij is eruit. Nee, bijna. Kom op. Dankjewel, hij is eruit. Fucking chill. Oké, dus die bomen hebben we geplant. Nou, ik moet sowieso nog meer bomen gaan planten uiteraard, maar nu nog lang geen ruimte voor. Ik weet ook niet precies wat we nu gaan doen in deze aflevering. Ik denk eerst nog een beetje op ontdekking. Want, en zo, heb jij daar een bordje gezien met, wow, met coördinaten X, Y, Z? Nee, nee. Niet? Nee, serieus niet. Oh, deze kant op, kijk. Oké, ik kom naar je toe. Hier staat een bordje, ja, op dit huis ergens, met coördinaten. Kijk, daar. Kijk, oh, gaan we iets muis overheen. Ja, klopt. En die coördinaten hebben wij nodig. Dit kan al het paleis zijn. En in het paleis moet ik waarschijnlijk vechten met allemaal dingen. Oh, het paleis. En dan kan ik vrijkomen en dan kan ik naar boven komen. En dan kan ik eindelijk weer leven, zeg maar. Dat is het einddoel. Oh, maar er staat Z7 puntje puntje. Ja, dus we weten niet hoeveel dat is. Nee. En ik moet 5 van deze papieren hebben. En 5 van die codes. En ik heb nu 1 code nog maar gevonden. En hoe kom je aan die codes dan? Ja, ik zie die villetjes in elkaar. Dat snap ik ook niet helemaal. Ja, klopt. Dikke neus. Die codes die heb ik ook gevonden in zo'n huis. Nou, we kunnen alvast deze coördinaten misschien gebruiken. Oké, dus X900. Dan moeten we daarheen. Dan moeten we daarheen, ja. Ja, hebben we een pickaxe nodig. X900. Dat is wel die kant op. Dat is de richting het, wat is dat? Oosten. Ja, richting het oosten. En ik heb even wat melons voor je gefarmd. Top, thanks. Eten is altijd gunstig in de survival. Vooral als je ondergronds leeft. Helemaal als je ondergronds leeft, want het is heel moeilijk om... Ik heb boommeel. Nice, chill. Ik kan meteen die boom shit ding doen. Ja, ik weet niet. Heb je wel genoeg ruimte? Ja joh, zeker weten. Kijk, werk voor geen meter. Zie? Wow, heftig. Oh. Dat komt door Kees. Dat is echt, ja, dat is ook kut. Komt door Kees dit. Hè? Je bent erop? Ja, hij is nog helemaal niet getemd, ja. Nee. Hier, ik heb hem even getemd. Oh shit, ik dacht al dat hij niet kon. Ik dacht dat alleen kon met de zadel. Ja, hoppakee. Hartstikke. Ja, chill. Nou, relax. Nee, je kan er wel op, alleen je kan alleen rijden. Je kan hem alleen besturen met een zadel, zeg maar. Ja, oké. Dit is niet genoeg ruimte, dus ik moet even wat ruimte erbij maken. Heb ik tools? Hoeveel tools heb ik? Het enige tool die ik heb is een hoe. Ho. Shuffle. Ja, je mag tools gewoon maken. Ik heb cobblestone daarin zitten. Ik heb wood daarin zitten. En op zich, we weten nu hoe dat werkt met die bomen. Dus we kunnen gewoon wood... Hey, what the fuck? Hier zit gewoon wat achter. Ja, we kunnen dat hout gewoon gebruiken, zeg maar. Ja, we hebben nu op zich wel genoeg hout wat we kunnen fixen. Dat weet ik bijna wel zeker. Oké. Ja, daar heb ik vertrouwen in. Ik ook wel. Eigenlijk moet dit al ook weg. Weet je wat? Ik doe wel gewoon hier wat extra ruimte. Wow, wat gebeurt er als ik ga slapen? Oh, dan hebben we 2 bedden nodig, hè? Ja, iedereen heeft een eigen bed nodig dan, ja. En ik heb wel schapen. Heb je die gezien al? Ja, die heb ik gezien, ja. En ik had ook een ei gevonden van zo'n kip, maar daar kwam geen andere kip uit. Oh, jammer. Dus dat was even balen. Ja, want ik heb maar 1 kippie. Ja, dus dan moet je echt wachten. Ja, 1 kippie heb ik maar helaas. Totdat je weer gewoon een eitje krijgt. Oh, kun jij die schapen scheren? Die kan ik zeker scheren, ja. En wil jij dan ook meteen die doors erin zetten, die fence doors? Fence doors? Ja, dat is zo'n poortje. Oh ja, moet ik die even maken dan? Ja, want de vorige keer wist ik niet hoe dat moest.
Ja, dat kan ik wel even fixen voor je. Maar nu weet ik hoe dat moet. Twee sticks linksonder. Twee rechtsonder. Ja, ik heb en hem. Twee middenonder. Hoppakee. Super chill. Ik ga hem voor je neerzetten. Dirt. Waar heb ik dirt? Hier heb ik dirt. Denk ik. Nee, ik heb geen dirt. Zo. Oh, ik heb 29 dirt gehakt net. Ik wist dat het van pas zou komen. Hier. Oh, sorry. Oh, kijk. Oh, hey, Kees. Niet jatten. Mijn dirt. Alsjeblieft. Domme moan. Kees. Oké, twee iron opgepakt. Dirt. Hoppakee. Oeh, ik ben echt bang om wat te pakken uit jouw chest. Voordat je super mad wordt op mij. Nee. Ik word niet zo snel boos. Ik word gewoon alleen heel erg gefrustreerd omdat het dan moeilijker wordt. Ja, dat is waar. En dat is wat is dit? Is dit een cave? Ja, ik weet het niet. Je mag wel even een pickaxe maken. Ik heb iron volgens mij. Oh ja, je hebt iron, ja. Ja, want ik heb een oven. Ik heb alleen hout nodig dan, wat ik jou heb gegeven net. Oh, ja. Alsjeblieft. Ja, dank je. Oh, dan ben ik wel maar benieuwd. Ik probeer even wat ruimte te maken voor die boom. Want die boom, er is nog steeds gewoon geen boom. En dat is eigenlijk het eerste wat je doet met Minecraft, hè? Ja, een boom fixen, ja. Dat moet wel echt gebeuren, hoor. Dat is wel echt nodig. Ik kan... Oh, hier een chest! Een chest! Echt? Ja, een chest. Oh shit. Nog niet openmaken, nee. Nog niet openmaken. Misschien is het een trap chest. Ik kijk even eromheen. Nee, je weet maar nooit, hè. Misschien is het gewoon een valstrik, dit. Dat is heel erg slim, ja. Kijk, nu weten we het zeker. Het is geen valstrik. Hopsakee. Oké, ik hak even al die stenen hier omheen. Dan kan die boom groeien als een motherfucker. Hij moet het nou toch wel doen. Er moet nou toch wel gewoon genoeg zijn. Ja, dit moet wel... Ja, maar hij moet meer breedte hebben. Hij heeft volgens mij 3 breedte nodig. Ja, joh. Ja, volgens mij wel. Man, hoe kan ik dat nou hier dan ongodsnaam ooit doen? Dan moeten we nog verder. Dan moet ik eigenlijk dit weghalen. Maar ik wil dat eigenlijk dat skeletje niet weghalen. Nee, maar dan kunnen we aan de andere kant hier. Dan moet je hier gewoon dirt plaatsen. Hier zo. Waar? Hier bij dat... Hier. Oh ja. Plaats je hier gewoon de dirt. Hop. Dirt. Kijk, en dan zetten we hem... even kijken. En dan zetten we hem hier neer. En dan moet je hier ook nog 2 dirt. Ja, maar dan is het dat water. Het water blijft wel. Oh, Ja, nee, die kan daar wel. En daarachter ook. In de hoek. Waar je nu staat. En dan hier ook nog. Hier en hier. Zo. Hier nog. Kijk. Ja, maar gaat dan dit nog wel groeien? Ja, kijk maar. Oh, dan kan ik dat net zo goed even erbij maken dan. Hoppakee. Kijk, en dan hebben we nu 3 hier, 3 hier, 3 hier en 3 daar. Als het goed is, moet je het nu doen. Ga jij nog in die chest kijken? Want ik kan hier niet tegen. Nee, ik moet wachten. Ik wil de spanning erin houden. Oh, knijters. Shit. Oh ja, een ho. Oh, wacht, kijk. Moest ik hebben? Hé, ik ga er vandoor. Kalm. Wat? Heb je een zadel? Ja. Oh, shit. Zat gewoon in de chest. Had ik helemaal niet gezien, man. Oh, wat stom. Oh, wacht, ik kan schaapjes scheren. Ik had helemaal niet gezien dat ik een chest had. Zo, ik voel me echt... ja, useful in deze survival. Ja, thanks man. Ja, dat komt omdat jij natuurlijk ook zelf een survival serie hebt op jouw kanaal. Dus jij weet eigenlijk al veel meer als ik. Dan ik. Ja, ik neem dat elke dag al weet ik veel lang op. Dus misschien heb je dat dan wat sneller door. Heb jij mijn ho? Ja, ik heb je ho, sorry. Oh, ik zit te zoeken naar dat ding. Sorry. ik ga helemaal los, jongen. Ik ben helemaal wild. Hop. Kijk, nu kunnen we die seeds even planten. Oké, we hebben wel even. Ik maak dit wel even breder, want nu kunnen we met dat paard daar niet heen. Dat is niet handig. Ja, is goed man, is goed. Oké, het is bijna tijd voor de kist, maar ik ga eerst even een reactie oplezen van R. Boer Rookhuizen en die zegt: Milan, je moet het hout niet met je pickaxe hakken. Dat is zonde van je pickaxe. Ja. Het gaat even snel als met je hand. Een tipje: like zodat Milan het ziet. Superleuke video. Dankjewel, R. Boer Rookhuizen. Hij heeft gelijk, man. Ik moet dat niet met mijn hand doen. Wat bezielde mij. Ja, weet je waar heel veel mensen ook niet tegen kunnen? Als je met een pickaxe dirt gaat hakken. Dat vinden ze zo vervelend. Ik geloof, ik doe dat per ongeluk wel eens. Maar dat, ja, dat is een fout. Ja, dat is ook zonde van je pickaxe eigenlijk. Is nu... Die boom staat niet goed voor mijn gevoel. Ja, ik denk dat we, als we straks een skeleton tegenkomen... Wat ik hoorde daar verderop. Bij de mineshaft misschien, als dat het is... Ik heb nog boommeel. Oh, dan zou ik het even opgooien. Ja, ik heb er 3. Oké, gaan we proberen. Ja, gooi het maar op. Is toch genoeg ruimte? Oh shit. Nee. Weer niet gedaan? Nee. Oké, dat is wel een beetje naar.
Ik twijfel hoor. Ik twijfel. Misschien omdat ik hier nu weer seats heb neergezet dat het niet kan. Ja, volgens mij moet hij het gewoon doen nu. Lijkt me sterk als hij het niet doet. Ik heb zo'n erge déjà vu aan de eerdere Underground 5 van jou. Holy shit. Wat dan? Ja, gewoon. Alsof ik alles het, zeg maar... Alsof ik alles herken of zo. Ja. Het is niet hetzelfde. Het is compleet speciaal gemaakt voor mij door JX Games. Ja, ik... Oh, ik zie wel inderdaad dat hij anders is, maar... Ja, weet je niet. Gewoon even een déjà vu momentje, weet je wel. Ja, ik voel je. Het kan ook komen, dan heb je te weinig zuurstof in je hersenen op dat moment. Ja, echt? Kan het daardoor komen? Ja, dat hebben ze onderzocht. Als je een déjà vu krijgt, dus als je denkt zeg maar, dat je al iets eerder hebt meegemaakt, ja. op dit moment, dan krijg je te weinig zuurstof op dat moment naar je hersenen, waardoor je hersenen iets jou laten denken dat je al iets hebt meegemaakt, terwijl het niet zo is. Ah... En sommige mensen denken dan dat ze helderziend zijn, maar het is meestal al dat je te weinig zuurstof hebt naar je hersenen. En ja, daar kun je niet veel aan doen, dat is dan gewoon zeg maar zo. Oké, nooit geweten joh. Dus dan heb ik te weinig zuurstof. Ja, het is zonder grap, ik zit al even kijken. Een klein moment is dat hè, dat is niet gewoon dat je altijd te weinig zuurstof hebt naar je hersenen of zo. Oh zo, ik wou net zeggen, ik zit al 7 uur lang achter de computer achter elkaar zonder raam of deur open of zo, dus... Nee, ik dacht, kan het niet er zit hier te weinig zuurstof in deze kamer, help! Dat is een underground hit, maar in real life. Nee, dat is het niet. Oké, ik ga die kist openen, man. Kom je? Ja, ik kom eraan. Ja, en ik ben heel snel en ik ben met het paardje. Ja, chill. Met Kees. Paardje. Kom even hier met Kees. Yeah, Casey. Casey Neistat. Casey Paardstad. Casey Neistat in de survival. Ja hoor, het is hem echt. Maar deze boom zit denk ik weer niet goed hoor. Denk misschien omdat hier seeds liggen. Oh ja, maar waarom heb je die seeds daar ook gedaan dan? Omdat ik wil planten, ik wil brood. Ja, maar zo net had je die seeds daar nog niet. Toen zei ik, hij is goed. En nu heb je dit zelf gedaan. En ja, kon ik ook wel vertellen dat het niet goed was. Oké, man. Sorry, dan doe ik het wel zo. Ja. Nee, maar even kijken. Ja. En dan hebben we dan moet deze ook weg. Kijk, zo. Ja, oké, is goed. Moet die dan ook weg? Ja, eigenlijk wel, ja. Man. Echt? Ja, even kijken. Volgens mij klopt het nu wel. Oké. Nou, dan gaan we deze kist openmaken. En dan zit daarin een... Oh, lekker hoor. Oké. Brood. Oké, dat is niet verkeerd. En mutten, dat is toch... is dat konijn? Dat is schapenvlees volgens mij. Schapenvlees. Schapenvlees. Okay. Chill, nemen we mee. Dankjewel. Dat is een leuk extraatje. En ik zei ik wil brood en ik heb meteen brood. Hoppakee, ja inderdaad. Haha. En die kist kunnen we weer gebruiken om weer een grotere opslag te bouwen. Precies. Zonder hout te verspillen. Ik hoor je skeletons. Wil je doormine of niet? Ja, ik vind het prima. We moeten eigenlijk naar het oosten, naar die coördinaten die op, op dat dorp staan. Hè? Oh ja, dat is wel een andere richting op. Maar ik hoor hier een spin, dus dat betekent dat hier ergens een cave is. Oh, ja, ik hoor hem ook. Ja? Oké, ik ga helpen. Oké. Ik ga helpen. Nog even één keer luisteren. Volgens mij is hij ietsjes omhoog hier. Ik hoor ook water. Even een torch. Klopt. Oké, jij komt... Ik hoop, het zou vet zijn als we meteen weer een dorp vinden, maar dat lijkt me niet. Zo snel al. Ja, dat is wel een beetje zeldzaam als je weer een dorp tegenkomt. Sowieso, het was super dope dat er gewoon een dorp zit in de ground. Ja, het is heel tof. En een paleis. En er zitten echt hele grote dingen. Ik zal je... Je hebt de trailer volgens mij nog niet gezien. Daar zitten alle epische dingen, zeg maar, zitten daar al in. Nee, ik heb de trailer nog niet gezien. Ik denk echt... Nee. Vind je het goed als ik hier heel even omhoog ga? Oh, kijk. Hoppakee. Meteen iron kom ik tegen hier. Eigenlijk is het niet de bedoeling om omhoog te gaan, hè? Dan is het niet meer underground. Ja, maar je hebt toch... Er zit toch, neem ik aan, bedrock omheen, op de map? Dat weet ik niet. Voor mij niet. Nee? Voor mij, nee, want ik kan echt vrij komen als ik niet, zeg maar, omhoog ga. Dus niet te ver omhoog graag. We moeten jou geloven dat jij niet een keertje omhoog gaat, stiekem. Nee, uiteraard niet. Ik wil spelen volgens de regels. Ja, nee, dat snap ik. Dat is wel altijd het leukste. Nee joh, kijk, je komt helemaal niet omhoog. Je zit hier nu op bedrock. Echt? Ja. Hier, hey, wat zei ik je? Kom hier. Ja, ik wil best kijken, maar... Nee, niet hier weghakken. Dat is mijn trap. Oh, sorry man. Kijk, kom hier omhoog. En, ja, wacht. Deze. Ja. Ja, en dan wacht even. Kom maar verder. Daar staan. Kijk. Ja. En dan kijk. Oh, creeper.
Oh, pas op, pas op, pas op. Oh, shit, 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 shit. Ah. Shit. Ik heb geen zwaard meer, die heb jij. Ja, ja, ja. Ik heb de spin kapot geslagen. Hier nog een spin. Oh, oh, en een skeleton. Oh, kijk, ze vechten tegen elkaar. Kijk, kijk, kijk. Kijk, ze vechten tegen elkaar. Oh, chill. Kijk dan. Oh, ze... Oh, en die andere skeleton. Oh. Hoppakee. Dikke battle. Oh, en nu weer zeker, of niet? Heerlijk. Nee, nu zit ze tegen mij. Oh, shit. Oh, crap. Yeah, fuck you. Ja, ja, nice. Oh, hoppakee. Lekker. Kijk, als een baas. Zie, hier ik zit allemaal battle. Heel veel water. Wow, kijk wat een grote cave. Ga jij maar voor. Oh ja, dus dit is sowieso dan... Hier kan ik er niet uit. Nee, je zit overal bedrock boven je. Ik dacht al, hij maakt vast niet een map waarbij je gewoon in één keer naar boven kan en eruit kan. Ja, dat had ik wel verwacht eigenlijk. Ja, echt? Hij vertrouwt je niet, Milan. Hij vertrouwt je niet. Nee, maar dat is goed. Dat is goed. Dan kan ik er nooit uit. Oké. Okay. Nope. Ja, alleen via die... Er is één gang waar je er wel uit kan. Oh, één gang. Oké. Okay. Ja, maar dan moet ik het paleis vinden. En dat paleis kan ik die coördinaten... Moet ik dat coördinaten hebben? Maar dat is juist het mysterie. Ja, dat is het mysterie wat wij moeten ontrafelen. En hier heb je... Wow! Het loopt dood. Ja, wow! Oké, okay, dit is leuk. Hebben we niet heel veel aan. Er stond wel een beetje iron. Oh, kijk, kijk. Je wheat is gegroeid. Oh, chill. Oké, okay, gaan we hem meteen even naar beneden halen. Ik durf hem geen eens kapot te slaan eigenlijk. Als je dat met een hoe doet, heb je dan meer kans op meer shit? Of nee, hè? Ja, sommige mensen geloven van wel. Maar dat is gewoon een beetje... Die zijn gewoon goed gelovig. Ah, een beetje net zoals met helder zien dat je te weinig zuurstof krijgt naar je hersenen. Precies. Dus sommige mensen hebben gewoon te weinig zuurstof in de hersenen als ze dat zeggen. Oh, even kijken. Grapje. Wat? Grapje. Mag ik dit bordje weghalen? Ja, er zit 50. Ja, dat mag. Want dit is ongeveer, dat is dat dorpje die ik heb gevonden volgens mij. Oké, okay, want ik heb het idee dat hier ook nog dit moet. En dan deze ook nog even weg. Kan jij een torch onderplaatsen? Jij doet het met een pickaxe, hè? Zeg je net. Torch? Je zegt net dat heel veel mensen dat vervelend vinden. Ja, ja, maar als je er eentje weghakt met je pickaxe en dan een torch. Ja, een torch daaronder, zodat alles in één keer wegvalt. Oh, ja hoor, hier heb je een torch. Dank je. Oké, okay, komt-ie, ja? Eén. Ja, weet je zeker? Oh, wacht, wacht. Wordt dit onze eerste boom? Oké, okay, ja. Oké, okay, 1, 2. Nice! Wat? Fucking groot ook. Oh gewoon. My god! Holy okay, shit! Oké, geef me een axe, ik ga hakken, jongen. Hier heb je een axe. Oh, nee, je hebt jezelf, man. Wat is dit? Nee, ik heb alleen een stone pickaxe, geen axe. Oh. Nou, je mag hem gewoon maken. Oh, kijk, deze is ook weer gegroeid. Of niet? Hij is gewoon... Hij werkt gewoon niet. Hij doet het niet. Deze boom is kapot. Ja. Dit zaadje heeft niet gewonnen, zeg maar. Nee. Hoe kan dit, man? Ik snap er niks van. Ik weet ook... Wow, zo. Ik dacht er gebeurt iets in de survival, joh. Dat je zegt... Nee, dat is mijn nies. Hoppakee. Dat is mijn originele nies. Je originele nog wel. Dit moet toch een genoeg ruimte zijn. Ik maak nu even nog wat extra. Ja joh, dit moet zeker wel. Ja, maar misschien is de hoogte. Misschien is dat het hem. Echt? Ja. Ja. Moeten we nog hoger? Misschien. Want bomen die kunnen best wel groot worden. Ja, kunnen we het proberen. Ja, misschien is dat het gewoon hoor. Oké, okay, want ik wil hoe dan ook deze aflevering gewoon een boom klaar hebben. Oh shit. Er moet een boom komen, want ik heb zoveel tips nu gekregen. Cheat mode on. Oké, okay, hij is gespand, hij is gespand. Wow, hij is nog net zo groot, joh. Shit. Ja, dat wordt nog wat. Maar je hebt hier al wel, voor de eerste, voor één freaking aflevering heb je echt al veel gedaan, hoor. Dankjewel, dat was 3 kwartier tijd, was dat ongeveer. Shit, vooral omdat je deze blokken vet mooi hebt gemaakt, of had je die al gekregen op het begin? Welke? Die blokken, deze. Nee, dat stond al. Dat stond oh, al. Dat stond al. Ik denk al, jeetje. Ja, nee, dat stond al. Ja, ik had wel kunnen zeggen nu dat ik het had gedaan, dan was het best impressive, maar ja. Helaas. Ik blijf eerlijk. Oké. Okay. Ja, nee, ik alles zeg maar goed maken en mooi maken, dat wil ik eigenlijk pas doen als ik gesetteld ben. Ja, nee, dat snap dus ik. Dus pas als ik zoiets heb van, oké, okay, en nu hoef ik eigenlijk niet zoveel meer te doen en kan ik lekker uit mijn neus vreten. En komt eigenlijk, alle resources zijn dan wel goed. Precies. Want ik heb ook alle dieren nog niet. Heb jij die door fences al gemaakt? Ik heb de door fences gemaakt, ja. Ja, alleen bij de kippen. Maar ik kan ook nog wel even bij die andere maken. Ja, want ik moet de rest van de dieren ook nog hebben. En ik zat nou te denken van, dat ziet er best wel cool uit, zo'n stone ingang. Ja. Zeg maar. Wat als ik daar elke keer een gat maak?
Ja. Ik weet niet waar je bent. Ja, ik was heel eventjes weed aan het halen bij die andere farm. Want dat is gewoon belangrijk, hè? Die farms een beetje goed houden. Dus ik heb meteen weer 3 weed erbij voor je. True, true. Ik heb nu 5 weed erbij gedaan. Hoppakee. En ik heb, we hebben nu ook 10 seeds en we begonnen met 3 seeds. Dus dikke improvement alweer, hoor. Dat is chill, ja. Hoe meer voorraad, hoe beter. Precies. Even kijken, deze was hoe groot? 1, 2, 6. Dus dan moet ik hier een hekje en dan moet dit nog open. Kijk, ik wil hier eigenlijk een soort van farm maken met dat je langskomt. Eigenlijk een beetje net zoals in de dierentuin, weet je wel? Ja. Dat je zeg maar zo langs loopt en dat je aan de zijkanten allemaal dieren hebt staan. Ja, precies. Oh, wow, wat de heck? Sorry. Ik wou dit hakken. Je liep voor mijn neus. Oké, dan maak ik nog wel even zo'n fence-gating. Ja, is goed. Ik ga dan nog even kamers maken voor die dieren. Oké. Okay. Want op zich hoef ik niet, ik hoef niet meer dan 2 dieren van elk te hebben. You feel me? Nee. Ik hoef dat op zich niet te hebben. Op zich niet, maar stel voor... Oh ja, dat kan niet. Ik wou zeggen, stel voor de bliksem slaat in. Dan veranderen ze in zombie pigments, maar... Ja, als de bliksem ooit beneden kwam. Ja, precies. Dan was het wel een ding geweest, ja, maar... Ja, nu denk ik maar gelukkig niet. Kijk, ik heb fancases bij me. Wow, dat kwam er moeilijk uit. Kijk, hopsakee. Ah, chill. Ja, en heb je hier ook alvast één. Kijk. Oké, dan kan deze kant dan weg. Die andere kant heb ik ook één. Ja, ik heb overal, chill, man. Ja. Ah, chill. Nou, alleen nog hier. Ah ja, en dan daar. Maar dan gaan we even kijken maar, wat we daar kunnen spannen. Ja, volgens mij de cows. Yes, de cow en de pig. En de pig. Oh ja, dat kan ook. En dan maak ik nog even meteen die andere fansgate. Dan hebben we dat gewoon maar ook gedaan. Maar ik heb 1 pik. Hoe komen daar meer van? Maar dat kan wel op een gegeven moment. En hoe je dat doet is door een wortel. En een wortel kan je krijgen van skeletons of zombies. Van mobs in ieder geval. Oeh. Dus als we dan een keertje een skeleton of zombie killen, dan kunnen we dus een wortel krijgen wat een zeldzame drop is. Dat zou dan een hele epische zeldzame drop zijn, ja. Ja, zeker. Een wortel. Een wortel. Oké, je bent nu een fence aan het maken, denk ik? Ja, ik heb nu een fence. Oké, dan zet ik alvast dat varken erin. Oké. Lekker hoor, dit hebben we al gewoon mooi gedaan zo. Ja, dat is top. Hier hebben we nog een ocelot. Dat is een kat en een villager en een garden. Maar die ocelot, daar kun je toch niet veel mee? Nee, niet dat ik weet. Ik weet wel dat een wolf die... oh shit, waarom heb ik het eruit gehad? Dat kun jij beter doen voor de levels. Is dat de wolf die kan aanvallen. Maar een ocelot, ik weet niet of die dat ook doet. Wat is het nut van een ocelot, kijkers? Wat is het nut van een ocelot? Wat kun je daarmee, behalve dan naar kijken en als huisdier hebben? Precies, laat het weten. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Dat wil ik in de volgende aflevering met jullie bespreken. Ik moet even een iron pickaxe maken. Jij hebt die iron er al uit gehad, hè? Voor de XP. Ja. Ja, ik hoorde je zeggen van, oh kut, dat had ik niet moeten doen. Ja, klopt, sorry. Ik had vertrouwen in die boom... Maar nee! Ja, dus weet je wat ik dacht? Ik dacht, je hebt nog een dark oak. Oh, maar, wacht. Wacht eens even. Wat voor boom is dat? Een oak. Een oak of een dark oak? Een oak. Weet je zeker dat het geen dark oak is? 100% okay. Een oak. Oh, oké. Ja, want... Maar je kan hem opnieuw planten. Nee. Oh. Laat hem maar. Je ziet dat het niet werkt, dus ja. Maar ja, want ik heb hier een dark oak sapling. Maar ja, die werkt pas voor 4. Als ik nou... Denk ik. Is het goedkoop om een iron pickaxe te repairen? Ja, hè, dat is goedkoper. Niet altijd, volgens mij. Want ik heb nu dus een iron pickaxe, die is bijna kapot. Ja. En dan zit ik nu te twijfelen, moet ik hem helemaal kapot maken? Of moet ik hem wachten en dan repairen tot ik een... Want er is wel een anvil daar zo in dat dorp. Oh ja, klopt. Dit is een anvil. Ja, maar die anvil kan ook kapot gaan, hè? Oh ja, dat klopt, ja. Dus moet ik eigenlijk gebruiken voor echt belangrijke diamond dingen. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, oh fuck it. Ik maak hem ook wel kapot. Boeien. Iron kom ik vast nog wel meer tegen. Ja, vast wel. Iron heb je ook al redelijk wat van, hè? Oké, kom maar. Hij moet toch iets gaan doen nu. Doe iets. Misschien een andere soort boom. Andere soort boom. Wie weet. Ik ga het wel proberen. Even kijken. We hebben dark oak. Asakasaya. Asakasa. Acacia. Sakasaka. Sake sake fadala. En wat hebben we nog meer? Dat was het. Hè? Ja, en ik heb hier een birch. Heb ik in mijn inventory. Oh, die weten we ook sowieso dat die gaat werken. Ja, een birch.
Ja. Ja, Birch is klein ook. Ja, dus laten we die eens proberen. Ja? Oké. Okay. Ja. En kom eens hierheen als je wil dan. Bij de farm, zeg maar. Bij dat bordje waar die coördinaat staat. Wat dan? Ik ben heel erg benieuwd. Kom maar eens. Oh, je gaat het eens laten zien? Ja, ik ben heel, heel, heel erg benieuwd. Naar? Want waarom zou je per se... Kijk, ik heb hier al even voorbereid. Waarom zou je per se dat boompje daar willen laten groeien als je hier veel meer ruimte hebt? Oh. Dus ik dacht, kijk, dit moet sowieso genoeg ruimte zijn. Op zich wel. Ja, misschien dat steen dat hier zo hangt, dat nog even weg moet. Kijk, oh ja, misschien is dat wel een goeie. Als je erbij kan. Nou, hoger dan dit kan ik niet, dus. Even kijken. Oh, ja, dat mag ook. Dat is beter eigenlijk om dirt neer te zetten. Ja, dat kan je gewoon met de hand lekker snel wegslaan. Ik hoop dat... En als dat dan weg is... Dan moet hij het wel doen. Ja, dit zou hoog genoeg moeten zijn. Dit is een birchboom? Ja, dit is een birchboom. Ja. Een birch sapling. Oké, ben je er klaar voor? Heb je nog boommeel dan? Ja, ik heb net een skeleton gekild. Dan ben ik er klaar voor. Oké, even voor de zekerheid deze nog weg. Ja. Goeie. Oh, je hebt een schep. Oh, nice. Ja. Oké. Oké. Ja, dan gaan we. 3, 2, 1. Laat de boom maar groeien. Oh, yes baby, wat zei ik je? Eindelijk. Lekker Milan, lekker. Eindelijk. Wat zei hoor. Ik je? Oh. Hij heeft gewoon 3 ruimte nodig inderdaad. Ja, yeah, ik probeer gewoon een goede indruk achter te laten, zodat ik vaker mag meedoen, snap je? Je bent altijd welkom bro. Thanks. Holy shit, eindelijk. Yes baby. Einde fucking lake. Heerlijk, ouwe. Oké. Okay. Ik kan ook eigenlijk trouwens meteen deze wood weghalen. Ja, meteen hakken die shit. Ja. Oh, getting Hoppa, wood. Getting wood. Woe. Hoppakee. Lekker hoor. Oh, shit, dit is water. Oh, nou ja, maakt toch niet zoveel uit, boeien. Nee, joh. Boeien. Mm. En nou heb ik wel iets minder licht hier. zo. Oh, gaat het goed? Ja. Ik verslikte me in een meloentje. Oh. Door die pitjes zeker? Ja, door die pitjes. Oké, die achievements zijn ook belangrijke dingen. Nu heb ik... Maak een crafting table. Oh, zijn dat serieus achieves die je ook wil behalen? Ja, hey. Ja, tuurlijk. Ik wil die wel gewoon zoveel mogelijk kunnen doen. Ja, dat is wel een hele opgave als je daar heel veel van wilt behalen. Ja, time to farm, time to... mine and time to strike. Hé, hey, maar mag ik jou vragen waarom je nu niet deze weg gaat halen? Welke? Deze boom. Dan kan je meteen een nieuwe neerzetten. Daar heb je een punt. Waarom haal jij nu eerst eigenlijk al deze dingen nou, weg? Nou kijk, nu heb ik alweer een sapling. Kijk, hop. Als je deze weghaalt... Ja, je kan het ook gewoon het hout weghakken en dan valt het blad vanzelf weg. Maar ik dacht, aangezien jij nog niet aan het hakken bent, hak ik dit gewoon weg. Ik dacht dat je ook meer resultaten had als je het zo gewoon zelf liet doen. Oh, nee, dat is helemaal niks van waar. Alleen, je kan er appels van krijgen ook, hè. Dus ik hoop eigenlijk dat ik een lekkere... Kijk, ik heb nu al wel 3 saplings. Dus wat we kunnen doen is eigenlijk... Oh, hier, 4 saplings. Dus wat we kunnen doen is dat we kunnen die hierheen neerzetten, maar ook hier aan de andere kant, als je zou willen. Maar hier staat wel deze meloen farm. Hey, time to mine. Lekker hoor. Oké, en dan hebben we nog time to farm. Dat is deze. Hey, knijters. En dan hebben we nog time to strike. Hey, holy shit. Nou, dat gaat wel lekker zo. Kun je met een hoe dit doen? Dan kan het weer groeien. En dan hebben we nog... time to shine. Hey, dab. Nee, ik moet zometeen brood maken en een oven maken. Brood en een oven. Ja, een oven. Hey! Ja, ik geef je alvast wheat. Heb je 1 wheat voor brood? Oh, ja, thanks. Wat moet ik doen? Als je eventjes met een hoe dit wil doen, of heb je die hoe niet bij je? Is niet nodig. Jawel, je moet dit... Nee. Nou, echt niet? Nee, want dat tenminste, ik heb er toen alle meloenen weggehaald. Ja. En toen ik terugkwam, stonden ineens alle meloenen er. Oh. En dus dat was toen niet nodig. Dus voor mij is het niet nodig. Oké, okay, nou laten we het lekker zo, toch? Ik had het gezien, ik spreek uit ervaring, ja. Maar die torch kan er dan wel naast of niet naast? Die torch naast die boom. Ja. Ja, dat kan, want het is gewoon 1 blok recht naar boven. Dus je kan hem ernaast plaatsen. Ik weet niet of het helpt, maar het zit in ieder geval niet in de weg. Kijk maar, bam. Het is geplaatst, die meloen. Oh ja, inderdaad. Oh. Op dirt.
Je laat meteen even zien dat het kan. Of niet? Kijk, leren we van elkaar. Ja, heel nice. Hoppakee. Oké, ik ga even terug, want even kijken, die boom naar binnen is niet handig om te doen. Wat is nu wel handig om te doen? Wat is wijsheid en zo? Wat is wijsheid? Wat is wijsheid? Dat is een hele goede vraag altijd, hè? We kunnen nog even zo'n achievement snel halen. Even kijken, die weeds hier zo. Je hebt echt veel achievements gehad. Kijk in de chat. In de chat? Ja. Holy shit, getting wood. 1, 2, 3, 4. Klopt, ja. Maar... Brad. Hoppakee. Hey, nice. En dan hebben we nog... Die we even snel kunnen halen. Dat was het. Volgens mij. Ik kom even nieuwe pickaxe halen in ieder geval. Iron. Hey! Acquire hardware. Hoppakee, chill. Waar is de rest van Iron? Er was ook iets hier met een zadel. En when pigs fly. When pigs fly? Waar staat dat? Nee, dat is nog na de koudtipper. Dan moet je eerst wat leather krijgen. Maar die koeien, daar heb ik er nog maar één van. Oh, zo'n achievement. Ja. Diamond. Ik heb één diamond gevonden, maar die zat in een kist. Oh, echt waar? Dus die heb je nog niet gemined? Ik heb nog geen diamond gemined. Oké. Okay. En ik heb een block of gold heb ik gevonden. Een block of gold? Maar nog geen geluk gehad met diamonds die ik tegenkwam. Misschien ook omdat ik toch te hoog zit, hoor. Dus ik kijk, ik ben op... ik krijg 43 of zo. Oh, ja, hoog. Inderdaad. Je moet natuurlijk op 11, 10 of 11 zijn ongeveer. Dat is een beetje diamond level. Ja, ja. Oh, pickaxe kapot. Oké, ik ga denk ik even graven naar het oosten. Een beetje richting die coördinaten van wat er in dat dorp staat. Ja. Om daar alvast een beginnetje mee te maken. Wou je helpen? Ja, ik kom zeker weten helpen. Ik ben hier bijna klaar, want ik dacht, weet je, ik ga geen eens vertellen wat ik hier doe. Jullie zien dat later wel. Oh, ik ben benieuwd. Het is in ieder geval bij de andere boom die net is gegroeid. Ik laat hier even wat achter voor als je hier weer heen gaat. Ik weet niet of dat deze aflevering is, maar anders een andere keer. Ik weet het niet, ik ben benieuwd. Ik moet nu even, moet ik ook weer hebben... Oh ja, ik heb nog een boekje voor je, man. Niet voor iedereen. Ik weet niet of het expres was of toeval, maar... Als je terugloopt naar de Spaanslaren, dan staat er een boekje voor je. Oké, die ga ik zeker weten even bekijken dan. Ja, daar staat belangrijke informatie in, dacht ik. Dacht ik, hoor. Ik weet niet meer zeker, trouwens. Even kijken, wat stond er ook weer in? Oh ja, dat is belangrijk. Ja, belangrijk. Oké, belangrijk. Ik wist er niet eens meer wat erin stond, maar het is belangrijk. Ik weet het zeker. Oké, is goed. Torches wou ik maken voor onderweg, voor nu. Dat is misschien wel handig om wat torches mee te nemen. Hoeveel moet ik hebben? Wow. Zoiets denk ik. Ik hoop zo dat het gaat werken wat ik hier aan het maken ben. Dan zal je wel echt heel erg blij zijn. Dan heb ik echt een goede bijdrage geleverd aan deze aflevering, denk ik. Dat heb je sowieso al gedaan, man. Oh, dank je. Sowieso, iedereen is even waardevol. Ongeacht of je nou loopt te kijken en tips te geven... of dat je gewoon echt dingen aan het maken bent of aan het... Genereren. Hoppakee, iron erbij. Chill. Ik ga richting het oosten om te hopen dat ik dichter bij die coördinaten kom die in het dorpje staan. Yep. En die Z stond er niet bij, hè? Nee, er stond alleen een 7. Z. Dus een 7 is het enige wat we weten. Oké. Z is... Ik ga het boekje voorlezen, oké? Ja, is goed. Moet ik die voorlezen? Nee, hoeft niet. Je mag gewoon voor jezelf. Die heb ik al voorgelezen met de eerste aflevering. Ik heb 15 van die boekjes en daar staat gewoon in wat het precies is wat we doen. Oké. En wat het einddoel is, staat er ook in. Wow, dus 5 dorpjes, 1 kasteeltje, 1 tempel en 1 piramide. Ja. Dus daar wil ik nu zeg maar gewoon naar op zoek gaan. En als ik nu alvast dus 700 naar het oosten ga... Dan hoef ik alleen nog maar naar de zijkant. En dan kan ik kijken waar dan het volgende dorpje of paleis of wat de fuck het dan ook is. Waar dat dan is. Ik snap het. Waar het is, waar het dan ook is. Ja, maar het is van het is. Oké, duidelijk. Het is mij duidelijk geworden. Zo, even deze houten pickaxe kapot maken. Kom je zo deze kant op? Ja, ik had een eitje gepakt van een kip, maar alweer geen nieuwe kip erbij. Man... Dacht het hopelijk. Oké, ooit komt het. Er komt een dag dat we geluk zullen hebben. Kijk, nu gaan we echt snel, man. Oh, jij hebt ook echt een houten. What the fuck?
Ja, ik weet eigenlijk ook niet. Op die van. Ik wou hem kapot maken, maar laat ik maar. Duurt mij te lang. Hey, weet je wat je kan doen? No. Oh, nee, wacht. Kan dat al hier? Ja, kijk. Gewoon een torch in je andere hand. Hè? Hè? Dus als je E doet en je doet de torch bij je schild, dan heb je in je andere hand. Oh, ja. Oh, shit. Ik liet de helft vallen, maar ja. En dan hoef je niet per se elke keer. Weet je wat je ook kan doen? Kijk. Als ik dan, even kijken, als ik dan... Kan ik hem ook plaatsen nu? Ja! Ja, als ik mijn... Kijk. Oh, wacht even. Ah, chill man. Even kijken, hoe doe ik dit? Oh ja, kijk. Hop, nu kan ik slaan en minen. Wat? What the fuck man? Nee, dit kan niet. Dit werkt niet hoor, het ziet er wel leuk uit. Oh, verdomme man. Met fucking... Anders was het wel ideaal geweest. Ja, nee, nou hoef je niet meer mee te doen. Fucking hell. Ik denk zo, het is een fucking chill update, maar 1.9.2, yo. Maar met yo. Die torch is wel echt handig hoor. Ja, dat merk ik, ja. Want dan hoef je niet alleen... elke keer naar een ander hotbar vakje te gaan om, om een torch neer te zetten, snap je? Ja, klopt. Dat is gewoon ideaal. Dat is ideaal. Wow, we zeiden het precies tegelijk. Dat is een Inky Pinky waard, Milan. Oké, 3, 2, 1... Inky, pinky, rood-wit, blauw. Inky, pinky, blauw. Blauw. Oh. Zei je echt blauw of zei je pauw? Nee, ik zei blauw. Oké. Ja, ik zei blauw, hoor. Dan mogen we een wens doen nu, man. Zeker. Oké, ik ga even ogen dicht doen en ik wens... Ja. Ja. Klaar, gewenst. Klaar. Ik heb een hele korte. Ik heb ook een hele korte. Gewoon 4 letters. Ik hoor water hier. Gewoon poep. Ik hoor water, geen poep. Ik maak hem wel 2 breed. Dat vind ik handiger, leuker, beter, mooier. Ja, maar hij is ook... Ja, tuurlijk moet hij 2 breed. Hoezo tuurlijk? Oh ja, ik hoor hier water. Kun je met 1 breed door... met een paard ergens doorheen? Nee. Er moet 3 hoog zijn, 2 breed. Ja. Oh, 3 hoog? Ja, dikke peert hoor. Shit, man. Oh, dan zou ik eigenlijk nog even eentje hoog. Ja, ik heb het gevonden! Wat? Een cave. Een cave? Ja, ik heb nog niet gekeken. Ik zie alleen... Ik hoorde dat water, dus ik denk ik mine naar rechts. Shit. Oké, gaan we checken dan. Gaan we kijken. Is niet heel veel... Oh, iron. Oké. Oh ja, nou hier heb je in ieder geval water. Dat kan je dus meenemen als je wil. Ja, als ik een bucket had. Oh ja, die kan ik zo maken met iron. Ja, 3 iron heb je het al. Hier, wat iron. Ik neem al dat iron altijd mee, oké? Oh, en hier weer dat bedrock. Okay. Oh, daar nog iets. Ik weet niet wat dat is. Wow, is gaat het weer nog, verder zeker? Nog een cave? Denk het, ja. Oh, dat gaat helemaal naar beneden ook. Wow. Wow. Ja, die freaking pickaxe, die gaan zo snel kapot. Ja, dat moet je even aan wennen, hè. Van jouw survival met diamond pickaxe is weer helemaal naar iron. Ja, precies. Helemaal een soort van overnieuw beginnen. Holy shit, ouwe. Dit is best wel een grote cave. Oh, dit is... Wow, oh, hier een creeper. Ik ga proberen om wel een weg terug. Niet te laten ontploffen. Gaat dat lukken? Yep. Oh, nice. Happen. Nice. Oh, lol. Hier weer 2 creepers. Wow, dit is echt knijters groot, man. Yo, what the fuck, man. Wow. Oh, creeper. Pas op. Ja, ik ga ze weer kapot maken. Zonder dat ze ontploffen. Hoppakee, ik help mee. Nice. Pak hem! Oeh, Monster Hunter! En achievement! Hey, lekker! Shit, nice man. Ik heb alleen geen pickaxe. Gaan we terug of blijven we hier? Ja, laten we maar teruggaan. Anders raken we misschien ook een beetje verdwaald hier. Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor. Maar ik moet eigenlijk mijn eigen coördinaten even ergens noteren of zo. Want dat heb ik nog geen 1 keer gedaan. Oh, dus... van je dorp? Ja, van mijn spaan, zeg maar. Ja, dat is wel goed, ja. Of dan moet ik elke keer doodgaan, want dan spaan ik in mijn bed. Ja, dat is, maar ja, dat is ook weer zo kut. Ja, want je doet wie het minst dood is, is een baas, hè? Dat sowieso, maar ook gewoon... anders ben je elke keer levels weer kwijt en dan... moet je helemaal weer overnieuw beginnen met al die zooi. Ja, klopt. Dat is een beetje vervelend. Zo, oké. Hierheen. En dan hier naar links, geloof ik. Yep. En dan hier zo. En dan als je deze kan weghakken, dan hoef je niet door het water heen. Hey, slim. Nice. Waarom doe je dat zelf niet? Ja, ik kon ook dit doen. Kijk, ik heb het afgebakend. Waarom doe je dat zelf niet, John Luila? Ja, ik heb geen pickaxe meer, ja. Nee, waarom doe je het zelf niet? Milan. Oké, sorry, man. Zegt Jill ook altijd dan, Milan. Ja.
Oh, we zijn er bijna. Ik wil even tot 700, man. 621, 22. Tuurlijk, ik maak even een nieuwe pickaxe. Ik ben echt blij dat die boom is gelukt, ouwe. Fuck, ik heb geen... Oh, hier. Shuffle. Ja, daar ben ik ook echt fucking blij mee, trouwens. Ja. Dat was wel een goeie om dat daar gewoon te gaan proberen. Ik weet ook niet waarom ik het per se gewoon in mijn spawn wilde. Ja, daar zat ik dus aan te denken. Waarom wil hij het eigenlijk per se daar hebben? Ja, weet je niet. Kun je ook een pickaxe van mij meenemen? Ja, zeker weten. Mijn is bijna kapot. Ik had er al gewoon twee gemaakt. Ik wist het al gewoon. Thanks, mine. Okay. Ja, ik weet ook niet waarom ik dat per se wilde naast mijn bed of zo. Ik weet niet. Misschien een boom geeft gewoon een fijn gevoel. Oh. Zo van, je hebt leven om je heen. Weet je wel? Ja, je kan ook wel een varken naast je bed zetten, maar dat is dan weer zo raar. Ja, dat is wel een raar levend beest, ja. Wow, ik vind ineens een cave weer. Alweer? Oh ja, dat is... Gewoon alweer. Je loopt misschien nou uit op die andere. Maar echt de laatste... dat was mijn laatste slag. Mijn pickaxe is kapot nu. Oké, ik ben er bijna. Ik ben er bijna. Tak, 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 tak. Hops, oké. Hey, thank you. Kijk maar, hier zo. Oh ja, lol. Maar dit is al gewoon gemined. Nee, jongen, dit... Oh, dit heb jij net gemined. Dit heb ik toch gemined, man. Sorry. Kijk, hier. Alleen ik haal het laatste blokje niet weg voor het water. Oh ja, snap ik. Dus hier is water, fucking veel. Hier is ook weer water, fucking veel. Oké, en dat okay, is oké, hoe ver... Oh shit, hoe ver ben ik nu? Ho! Ik heb iets gedrukt. Ik deed spatie F3. Reloading all chunks. Oh ja, dan gaat hij alles herladen, ja. Oké, nou prima, heb ik dat gedaan. 600, 9, bijna ben ik er. Oké, ik ben dit even aan het dichtmaken. Oh, oké, zodat al het water weggaat? Ja. Even kijken, bijna weg. Bijna. Oké. Moet ik... Zo, ja, nu is het weg. Oh, top. Dan kunnen we hier gewoon weer verder minen als we willen. Ja, chill. Lol, is hier water onder. Nice man, thanks. Alsjeblieft bro, I got your back man. Hey. Just like Batman. Hey. Bats ben ik ook nog niet tegengekomen. Als je die kapot slaat, krijg je niet ineens eruit, hè? Krijg je niks uit. Nee, krijg je niks uit. Nee, volgens mij zelfs geen eens XP. Misschien is het wel een achievement hoor, dat weet ik niet. Oh, dat zou best kunnen inderdaad, ja. Die hoor je alleen zo heel erg piepen. Zo. Hey, maar ja, klopt. Maar je hebt ook achievements om naar de end te gaan, maar dat kan je dan niet halen. Nee, maar ik kan nog wel met... Oh ja, tuurlijk kan je dat wel halen. Tuurlijk wel, je kan toch wel gewoon een enderportal maken? Netherportal. Netherportal, ja, dat kan ik gewoon maken. Ja, dus dan kan je wel naar de end via de underground. Oh, oké. Want hoe kom je bij de end? Ik zou het niet eens weten, ja, trouwens. Dan heb je... Oh ja, dan moet je in zo'n portal op de grond, hè? Ja, je hebt obsidian nodig. En dan 2 op de grond, en dan 3 links, 3 rechts, en dan 2 weer erboven. En dan moet je met een aansteker, moet je het zeg maar aanzetten, en dan krijg je zo'n portal. Met een aansteker. Ja. Ja, hoe heet dat in Minecraft? Jeetje, als je hem op Nederlands hebt staan, heet het volgens mij echt een aansteker. Nou, are you kidding me? Ja, we zijn nu precies op 700 hier zo. Oké, dan is het nu dus een Z. Dus dat, ja, dan is dat nog of die kant op. Of die kant op. Ja. Vanaf waar jij staat. Ja, precies. 700, we beginnen met een 7. Ja. Puntje. Ja, dus dan doe ik hier even zo. Dan... Oh mijn god, dan moet dus denk ik voor de volgende aflevering iemand die kant op en iemand die kant op. En dan, wie het hardst, wie als eerste heel erg hard schreeuwt, die heeft het waarschijnlijk gevonden. Ja, denk het wel. Kut. Plop. Plop is. We wel kunnen springen hier zo. Oh nee, wacht, ik moet het straks toch weghalen voor dat paard. Ja, precies. Dus je kan het net zo goed gewoon openlaten. Dan kan ik... Ik had er gewoon 1 doen. Paard heeft toch niet 2 nodig, of wel? Nee, die heeft 1 hierboven nodig. Ja, dan doe ik wel gewoon 1 zo. Hoppakee. Zo, daar hebben we al wel veel gedaan, kan ik straks joh. Ja, best wel. We zijn een heel eind gekomen, man. Oh, een stukje dirt mee met mijn pickaxe. Sorry, jongens. Wat fuck is dit nou weer? Hierboven is een soort van cave of zo? Ja, die cave geweest. Waar we net uitkwamen. Oh ja. Echt wel, heb ik nou weer ineens een cave? Mijn pickaxe is ook al gewoon weer bijna kapot. Oh ja, mijn ook, shit. Dit redden we niet tot het einde, denk ik, of wel? Nou, dat kun je zien, toch? Ja, kan je zien, ja. 83. Ja, dat redden we. Dan moet je F3H doen. Nee joh, gewoon, ik doe gewoon E en dan doe ik mijn vinger, mijn muis erop. Oh, echt?
En dan zie je durability en elk blokje is oh één. Ja, maar moet je nu maar eens F3 doen en dan H. F3 ja? En dan H. Oké, dan is het hidden, dan zie je dat niet meer. Jawel, zie je nog steeds durability 74. Maar staat er niet in de chat advanced tooltips hidden dan? Nee. Oh, dan moet je F3 inhouden en dan H ook inhouden, hè? Niet achter elkaar. Oh, nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet, zegt hij. Nee, dat ga ik niet op drukken. Ik ga niet alles drukken wat je wil. Maar dan, want het is nu juist dat ik het kan zien, dus dan moet ik het weer opnieuw doen. Kijk, hoppakee. Het is allemaal overdreven, man. Hoeft helemaal niet. Oké, top. Nou, lekker, fucking hoor. Chill, man. Hé, hey, ik wil je enorm bedanken voor het helpen en zo. Ik zou zeggen van, zet die kist neer die je hebt. Oh, die is daar. Ja, die heb ik al neergezet. Ik heb ook wat ovens neergezet voor je. En dan kunnen we hier een sign op doen. Ja. En dan zeggen we Enzo knol chest. En dan kun je daar gewoon al je spul in doen. Oh, zo. Oké, nice. Thanks. En dan bewaar ik dat gewoon allemaal. En dan maak ik daar ook nog een keer een aparte kamer voor. Dat iedereen zijn eigen chest krijgt. En dat als hij dan hier is, dat het niet zo is van... Hey, what the fuck, we spullen met hem. Heeft iedereen gewoon zijn eigen ding. Oh, zo. Dat is wel nice, ja. Oké, en dan doe ik gewoon mijn meloen en al die troep doe ik gewoon in. Ja, dat is prima. En als ik in hongersnood zit, dan kan ik andermans kist openmaken. Ja, precies, ja. Ja. Dus, enorm bedankt voor het kijken. Enzo, enorm bedankt voor het meedoen. Wij hebben ook samen Survival op jouw kanaal gedaan. Ja. Dus check Enzo's kanaal voor de Minecraft Survival die wij samen hebben gedaan. Bedankt voor het liken, bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week vrijdag om 7 uur met een nieuwe aflevering. En misschien wel een nieuwe gast. Doei.